Welkom op KFCI TV. De wedstrijd van ons eerste elftal tegen Ruppelboom werd wederom afgelast. We hebben wel een beeldverslag van onze U16 ploeg die het zaterdagmiddag opnam tegen Zwevenhem. Onze nationale U16 ploeg staat momenteel op een 9e plaats met 18 punten. De tegenstanders uit Zwevenhem tellen 9 punten. Geen al te beste omstandigheden bij aanvang van de wedstrijd. Het veld ligt er hard bij en de wind maakt het ijzig koud. Het zijn de bezoekers met rode uitrusting die zich best aanpassen aan de omstandigheden en zorgen voor het eerste gevaar van de wedstrijd. Zwevenhem begint zeer matig. Het is 10 minuten wachten voor het een eerste maal op de helft van de tegenstanders komt en voor dreiging kan zorgen via een vrije trap. Een kwartier gespeeld tegen aanval Zwevenhem. En doelman Matthijs Ruijaert moet zich voor een eerste maal laten opmerken. Het zijn de bezoekers die de betere ploeg zijn. En Zwevenhem komt goed weg wanneer de bal de paal scheert. Een nieuwe aanval Zwevenhem. Er volgt een doelpoging en een puikredding van Ruijaert. Doch de tweede bal mag simpel binnengetikt worden. Zwevenhem op een terechte achterstand. Zwevenhem kan voorlopig maar weinig terug doen. En de bezoekers komen meteen tot een nieuwe kans. We zijn bijna 10 minuten voor de rust wanneer Zwevenhem voor het eerst een combinatie op de mat legt. Van een doelpoging is er voorlopig nog geen sprake. Even later komt hij er wel met een vrije trap en een achterwaartse kopbal en de bezoekende doelman ziet voor het eerste bal. Op het moment dat Zwevenhem zich in de wedstrijd leidt knokken, een tegenaanval van Zwevenhem. De rechterflankaanvaller mag randje buitenspel doorgaan en werkt het dan ook nog zelf af. 0-2 voor Zwevenhem. Nog voor de rust lijkt de wedstrijd gespeeld, een hoekschop die weggewerkt wordt en er volgt een knap verschot, onhoudbaar voor onze doelman. Zwevenhem probeert het tot 2 maal toe nog van op grote afstand, we gaan rusten met een 0-3 achterstand. Bij het begin van de tweede helft kregen we een snediger Zwevenhem te zien, doch de eerste kans was opnieuw voor de bezoekers. Nieuwe dreiging van Zwevenhem via een vrije trap, wordt weggewerkt door de doelman en de tweede bal wordt afgeweerd. Zoals gezegd, een beter Zwevenhem in de tweede helft. Het kon de bezoekers af en toe onder druk plaatsen, doch grote kansen kregen we niet te zien. Zwevenhem beperkte zich steeds meer tot het verdedigen van zijn ruime voorsprong. Het kon nog eens dreigen op een hoekschop en via de tegenaanval, waarbij onze doelman nog attent moest aantreden. We noteerden nog eenmaal dreiging van onze heel zwarten via een vrije trap. Het kwam vandaag echter niet tot scoren. Zwevenhem verliest de wedstrijd met 0-3. En vooral onze cameraman was blij dat hij warmere oorden mocht opzoeken. Dat is hier wat van met de rond in hier, want het is al helemaal overleefd. Ja, goed. Dank voor het kijken en graag tot een volgende KFCI TV.